Wim van der Werf, mijn coördinator van het Schuldhulpmaatje. Wat is het Schuldhulpmaatje? Schuldhulpmaatje, dat is de roepnaam. Zo staan we bekend in Almelo. Maar onze eigenlijke naam is Stichting Budget op Orde Almelo. Dat is een stichting met een bestuur, 3 personen, 2 coördinatoren en op dit moment 11 schuldhulpmaatjes, allemaal vrijwilligers. En dat zijn maatjes. Ze zijn maatje van wie dan? Nou, wat wij doen is, als er een hulpvraag bij ons binnenkomt, dan kijken we of we die hulpvraag in behandeling kunnen nemen. En dan koppelen we de hulpvrager aan een maatje. En dat is iemand die een goede opleiding daarvoor gehad heeft. Ze hebben 3 dagen training daarvoor gehad, zijn dan gecertificeerd maatje en kunnen dan met hulpvragen aan de slag. Met welke hulpvraag kunnen ze bij u terecht? Nou, dat gaat vooral om mensen die met financiële problemen zitten. Ook wel mensen die bijvoorbeeld met hun financiële administratie wat problemen hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die bij de Stadsbank een budgetbeheerrekening zouden willen hebben. Dan zegt de Stadsbank, ja, dan moet u wel de nodige papieren bij ons inleveren. Is voor die mensen soms moeilijk en dan helpen onze maatjes. Voor iedereen moeilijk. Nou, onze maatjes weten hoe het werkt. Financiële problemen, u bedoelt mensen met schulden, hè? Wat kom je nou zoal tegen? Is dat erg? Ja, ieder probleem natuurlijk waar mensen schulden hebben of dreigende schulden is vervelend tot erg. Wat gebeurt er? Mensen kunnen natuurlijk gewoon door pech in de problemen komen. Denk aan een ongeluk, langdurige ziekte, baan verloren, echtscheiding, dat soort dingen. En het ligt soms ook wel aan het gedrag van de mensen. En ja, in deze maatschappij, het is allemaal zo makkelijk, hè? Koop nu, betaal later. En dan denken mensen, oké, afbetaling. Vergeten dat ze dan ook nog rentekosten moeten betalen. En vervolgens gebeurt er wat, komen in de problemen. Soms deurwaardes erbij, extra kosten. En dan gaat het. Zie je dan mensen met stapels papier bij jullie binnenkomen lopen? Ja, gebeurt zeker. We komen bij mensen thuis die eigenlijk al niet meer de moed hebben om de post open te maken. En soms moeten dan echt een doos of een vuilniszak vol enveloppen eerst worden behandeld, opengemaakt. Kijken, rubriceren, wat is er nu precies aan de hand? Wat een oplossing zal dat dan voor veel mensen zijn als er eindelijk iets aan gebeurt? Nou ja, tuurlijk. Kijk, als we mensen kunnen helpen, ons eigenlijke doel is ook om mensen zelfredzaam te maken. En als dat lukt, dan is het natuurlijk voor hen een opluchting, een succes. En voor ons maatje dat geholpen heeft, is het ook mooi. Zodat je en uit de schulden komt en het leert om het in het vervolg zelf te doen, bedoel je? Precies, dat is natuurlijk wel het einddoel wat wij nastreven, dat mensen het echt weer zelf kunnen. En gelukkig, in veel gevallen lukt dat de mensen ook. Hoe kunnen mensen hier nou terecht? Waar is het precies? Nou, ons kantoor, de kamer waar we nu staan, is de spreekkamer in de Schuttenstraat nummer 7. Maar mensen kunnen ons ook bereiken via de website www.schuldhulpmaatje.nl/Almelo. Daar staat informatie over. Kun je ook zo binnenlopen? Nee, we hebben hier niet vaste spreekuren, maar mijn adresgegevens zijn gewoon te vinden. Tenminste, het telefoonnummer en het mailadres op die website die ik net noemde. Daar zit ook een aanmeldingsformulier, verdere informatie. En dan kunnen mensen ons dus gewoon benaderen. Mensen kunnen dus met hulpvragen komen, maar ik kan me voorstellen dat nu mensen zijn die zeggen van, oh, maar dat is een mooi iets, dat wil ik eigenlijk ook wel gaan doen. Dus wij kunnen ook altijd natuurlijk nog nieuwe maatjes gebruiken.